Het is echt een connectie die ik heb. Iemand die gewoon niet in God gelooft. Denk gewoon in, ik weet, in de familie. Iemand die gewoon overtuigd is dat er geen God is, omdat hij het nooit gezien heeft. Er zijn echt dingen in het verleden gebeurd waardoor mensen niet in God geloven. Mensen die echt God hebben opgegeven omdat ze gewoon misbruikt zijn. Die karma's gewoon doorgeven. Oh, door het kutverleden wat mensen hebben gehad, gaan ze dan ongelovig. Dat gewoon doorgeven, het weghouden, het God in mensen. En daarmee karma's doorgeven, gewoon mensen opofferen. Opofferen aan die duivel die dan wel echt is of zo. Gewoon niet blij, gewoon jaloers, omdat ik wel iets had om vooruit te leven en wel iets lag. Daarom mag er voor mij dat goddelijke pad mag er niet liggen. Ergens gewoon doorgaat dat God er voor mij in mijn leven wel was. Dat alleen maar meer haat en jaloezie bracht. Echt iets gedaan waardoor ik als opoffering ben neergelegd of zo. Met al die spelletjes is het gewoon echt informatie dat gewoon uit het huis vandaan komt. En overheid informatie. Echte samenwerking. Echt alsof een cult gevormd is of zo. Ik kan gewoon niks aan de mensen vertellen waar ik mee bezig ben. Het wordt gewoon allemaal weer misbruikt. Er ligt alleen maar meer haat bij ze of zo. Mensen zijn ook gewoon vragen over mij aan het stellen. Mensen gaan na een tijdje echt wel doorhebben. Sommige mensen zijn echt sneaky. Doen ze net alsof ze over iedereen wat vragen. Maar het gaat alleen om wat ze van mij willen weten. Andere mensen hebben misschien niet eens door. Alles wat u speelt was echt om mij op te offeren, depressief, me laten opsluiten of zo. Maar ja, dingen zijn niet leuk, hè? Net als dat mijn rugpijn pijn echt vervelend is, de bromtoon, stront irritant. Maar ik ga er gewoon normaal mee, joh. Het is echt. Alles hoort bij elkaar, alles stimuleert elkaar. Zodat ik maar niet. Gewoon niet gunnen omdat ze zelf God niet in hun leven hebben. Denken met een opoffering of zo dat er wel iets bij hun komt.
Ik weet niet wat ze denken. Echt vervloekt lijkt het wel. Ik weet niet wat er voor mijn 7e jaar is geweest. Misschien hebben ze bij mij ook wel gekke incest dingen gedaan. Gekke activeringen. Voodoo op me. Of weet ik veel, Mark op me gezet hebben of zo. En lijkt het echt gewoon op mijn puurheid. En echt het, mijn toompje laten verwijderen. Ik denk 3 maanden later of zo. Toen, of in die 3 maanden, het was echt een opbouwend iets. Het was echt die bromtoon er in één keer. De ham. The ringing ears. Sinds toen is alles in zulke updates gegaan. En iedereen die doet zo spiritueel zijn, die zien echt wel wat er bij mij is. En die stalken het, vallen het lastig. Dingen worden gekopieerd. En alles wat zonder God is, vindt het allemaal prima. Moedigt het zelfs aan. Geeft misschien zelfs wel informatie door. Waardoor het nog meer door kan gaan. Alle mensen die eigenlijk niet weten wie Ian is. Omdat ze het nooit aandacht hebben gegeven. Mijn ouders zijn in, ik woon 11 jaar op mezelf. Ze zijn niet eens 11 uur hier binnen geweest. Ze hebben geen idee wie ik ben, wat er door me heen gaat. Dan, ik mag niet praten over de dingen wat door mij heen gaat. Maar ik moet naar hun onzin luisteren. Hun afspeelbandjes. De volgende komt binnen, hetzelfde verhaal komt weer. Allemaal brainfuck. Ian moet zich niet gehoord voelen, moet depressief zijn. Ruzies maken. Ik sorry zeggen waar hun de sorry's niet snappen. Zegt God is echt er doorheen voor me aan het komen. Steeds meer bij me aan het komen. De balans van het goed en slecht in mij. Ik ben echt niet slecht. Ik heb het slecht echt onder controle. Gaan vanzelf wel mensen ook verderop in de familie zien wat er speelt. Ik denk, misschien wel iets eraan doen of zo. Anders gaat het vanaf nog hoger af. Of nog hoger. Uiteindelijk kan ik dingen gewoon loslaten. Is het wat het is? Want het is wat het altijd al is. Hè? Ik ben alleen nu tot een realisatie gekomen. Niet dat ik nu iets minder krijg wat ik eerder wel kreeg of zo. Zodra je door leugens gaat zien, dan zijn er echte illusies. Die zijn gewoon weg. Als je de juiste vragen stelt, naar de juiste emoties zoekt, de juiste informatie geeft en dan kijkt hoe anderen erop handelen, kan ik echt zeggen dat ze allemaal besef hebben wat er speelt en erbij horen gewoon. Allemaal ongelovig. Ik denk dat ik de enige ben die gelovig is. Mensen willen gewoon geen God zien in hunzelf, omdat buiten alles verrot is. Ondertussen wel GroenLinks en Greenpeace. Daar allemaal voor zijn. Maar niet zelf dat zijn. Niet zelf GroenLinks zijn. Niet zelf Greenpeace zijn. Niet God aanbidden, maar iets slechts. Het zelfs lastig vallen, goddelijk van anderen. Mensen gaan echt horen wat Chosen One is. Is niet iets wat ik zelf uitkies of zo. Net als dat ik niet zelf naar die witte arena ben gegaan of zo. Niet zelf de 24-7 de hele nacht door me heen heb gaan. Niet de geluiden alleen, maar ook de trillingen. Het trilt echt zo ver naar beneden dat mijn prostaat ervan trilt. Die kundalini-energieën, die zijn zo sterk, dat is echt,
Daarop ben ik zo rustig, maar dat is het tegenovergestelde. Ik moet die rust hebben, anders ontploft dat. En dan komt er alles gewoon een einde. Weet ik dat dingen met mij in ieder geval goed komen. Heb ik nou zoveel zaakjes gepland? Heb ik nou zoveel? Ben ik tot realisaties gekomen? Heb ik genoeg andere mensen dingen kunnen laten zien die ze niet willen zien? Maar vanzelf al bijkomen. We zijn een jaar verder. Tot de maskers afgingen en zo. Moet iedereen toch wel zien dat het allemaal bij elkaar hoort. En al die nep politieaangiftes. Politie die het spel meespeelt. Heel corona, heel de overheid, media. Dit is gewoon één grote poppenkast. Helemaal niemand inspireren, verder brengen, echt wakker maken. Mensen alleen maar laten verdrinken in het denken en hun emoties. Gisteren had ik video gemaakt met geblokkeerd. Zat er één nummer tussen. Dus ja, dan gooi ik het maar weer weg. Dus doe gewoon lekker mijn koptelefoon op. Heb ik gewoon mijn muziek. Deze dagen heb ik echt zoveel gehad aan de muziek. Ik moet ook gewoon muziek hebben. Eerder al. Dan kan ik me daarop focussen in plaats van dat ik gefocust ben op die bromtoon. Als ik wil focussen op die bromtoon, wil ik focussen op die bromtoon. Ik wil niet afgeleid worden door die bromtoon. Al die mensen die spiritueel doen, 5D doen. Doorhebben wat er met mij speelt. Het is echt ongelofelijk dat bij hun niks groeit in het hart. Geen onderbuikgevoelens. Niet gewoon iets in hun verstand begint te groeien ook. Een besef of zo, een realisatie. Dus gewoon wel erbij moeten horen. En als een Rutte de antwoorden. Sommige dingen zijn duidelijk. Dus vervloek ik dat gewoon. Denken dat je bij het goede hoort als je het slecht aan het dienen bent. Dat is toch duidelijk als je dit tegenhoudt. Zo gewoon gaan zometeen dingen hebben van wat gebeurt hier? En donders goed weten wat er aan het gebeuren is. Niet alle agenten zijn omgekocht. Hè? Niet alle agenteninstanties horen hierbij. Sommige gaan mensen aan de deur hebben en meteen weten, dit is niet wat in mijn team hoort, dus ze komen me halen. Sommigen hebben misschien al huisarrest en kombandje op. Uiteindelijk gaat alles wel duidelijk worden. Krijg gewoon alles nieuw. Niet alleen om me heen, maar... Elke keer als je door een illusie heen komt, ga je ogen nog meer open. En met hoe meer ze open gaan, is ook de realisatie dat je wel echt overal niet laat afleiden in weer het nieuwe wat je ontdekt, want er ligt gewoon weer een leugen. Uiteindelijk is alles in God. Dus het bij God blijven, het pad was waarschijnlijk nodig om het kwaad te kunnen aantonen. Sommige mensen hebben gewoon al blijkbaar geld verdiend door mijn informatie te gebruiken. Anderen gebruiken mijn informatie om geld mee te verdienen. Anderen zijn het aan het kopiëren, zodat ik daar de aandacht en focus op heb ofzo. Andere mensen die alles maar niet zien.
Anderen kiezen echt wel het demonische pad. Om andere mensen pijn te doen. Totaal niet bezig met hun eigen pad. Dus straks. Mensen zijn echt bezig met hoodoo en graveyard spells en dat soort gekkigheid. Hun moeten allemaal extra dingen doen. Opofferingen, gekke rituelen, weet ik wat ze allemaal moeten doen. Dat hoef ik allemaal niet te doen. Dat haten ze misschien wel. Dat haten ze waarschijnlijk ook. Het zijn gewoon gedachten, gevoelens. Die dingen mixen. En dan de emoties. De route is de weg. Maar lijkt wel alsof ik niet eens mijn YouTube filmpjes kan maken, want alles wordt gebruikt. Verbrand ik alles. Ga daarna alles proberen om hier weer binnen te komen. Het is echt. Gewoon kijken waar het besef is. Even kijken of iets aan het werken is. Werkt dat? Is hij een depressief of? Uiteindelijk is het een heel stappenplan. Snap ik echt, zo'n Videre, die kan elke dag ook Chris laten zien als ze al die onzin laten zien, maar omdat die er ook gewoon bij hoort, dat hele programma, opruimprogramma. Politie overhoor was ik volgens mij de eerste die zei dat het fake was. Gaan mensen nou ook op, maar ik bemoei me er voor de rest niet mee. Andere mensen die gaan die energie gebruiken om het weer kapot te maken. Alles wat speelt nu, gaat Mita ook weer energie aanzuigen en toneeltjes opgooien. Zwaar bijgedraaid aan het geheel, ook aan die brainfuck naar mij toe, samen met die Marijke de Jong. Er zijn zoveel bruggen, connecties. Waar mensen de link nog niet gezien hebben. Uiteindelijk zal echt gewoon de ene blessing naar de andere, de ene breakthrough naar de andere gewoon komen. En dat gaat echt bij de ene naar de andere die mij kent, realisaties brengen. Zodra de mensen opgepakt gaan worden, dingen op het nieuws komen. Gaat iedereen weten. Wat ik allemaal al gezegd had. En dan gooi ik wel weer mijn video's van privé af. Gaat iedereen wel lekker door die dingen heen bladeren. De waarheid gaat aan het licht komen. Ik schijn mijn licht er wel op. Dat al die andere lichtwerkers ergens verdwaald aan het ronddwalen zijn. Junus, ego. Kijk om je heen. Hoe groot is mijn ego dan als jouw groter mag zijn omdat ik niemand wil zijn?